Toen het zwavelzuur uit de atmosfeer was verdwenen, kreeg het leven een nieuwe kans. Van de dieren die het hadden overleefd, kregen de reptielen de mogelijkheid om uit te groeien tot de grootste landdieren in de geschiedenis van de aarde. De dinosaurier. Ook de amfibieën werden nog altijd vertegenwoordigd door een soort die wij nu kennen als de schildpadden. Jaar geleden deed de Archaeopteryx zijn intrede. Dit was een dinosaurier met een verendek. Hoewel er jarenlang werd aangenomen dat dit de voorouder van de vogels was, brengen nieuwe vondsten deze theorie in gevaar. Op een aantal plekken in China zijn vogelachtige dino's of dino-achtige vogels gevonden die beslist een specifieke rol spelen in die ontwikkeling van dinosaurier naar vogel. Dus tot voor kort dachten we dat inderdaad. Het is ook een hele belangrijk organisme in die evolutielijn. Maar de nieuwe vondsten maken toch wel duidelijk dat er meerdere mogelijkheden zijn geweest. Dat er meerdere evolutielijnen mogelijk zijn geweest. Later verkozen meerdere reptielen het luchtruim. Gedacht wordt dat deze dieren geen actieve vliegers waren, maar eerder behendige zwevers. We weten bijvoorbeeld dat in de periode dat ze aanwezig waren, aan het begin van het krijt, dat het klimaat wat anders was, dat er veel sterkere winden waren op aarde. Dus situaties, omstandigheden waarbij zweven heel goed mogelijk was. Opnieuw stond de aarde een gruwelijke ramp te wachten. Een meteoor van 10 kilometer doorsnee begaf zich richting aarde. Een inslag van deze meteoor zou het einde betekenen van vele diersoorten. Miljoenen dieren vonden de dood, waaronder de grootste reptielen die ooit hebben geleefd. Een van de weinige overlevenden vinden we nu nog terug in de tropische wateren van onze planeet. De krokodil. Hoogstwaarschijnlijk was dit dier verwant aan de dinosauriërs. Krokodillen die stammen af van de archeosaurussen, waar de dinosaurussen ook van afstammen. En die archeosaurussen die zagen er ook echt krokodillig uit. Dus de voorouders van de dinosaurussen die leken precies op krokodillen. Ondanks de klimaatveranderingen waardoor veel dieren zijn uitgestorven, bleef de krokodil bestaan. Dit had misschien te maken met het feit dat het dier veelal in het water leefde. Water is een hele belangrijke rol, omdat wat er ook allemaal veranderd is op de aarde in al die miljoenen jaren, dat heeft veel minder invloed gehad op bijvoorbeeld de zee. Heel belangrijk is geweest het verschuiven van continenten, waardoor de landmassa's van de tropen weggingen naar de polen bijvoorbeeld. Dat werd dus allemaal kouder. Maar zolang je maar in zee leefde, dan had dat lang zoveel impact niet. Voordat een temperatuur van zee verandert, is daar heel veel nodig. Dat kun je wel zien hier in Nederland als je in de Noordzee gaat zwemmen. Pas in het najaar dan bereikt hij een beetje fatsoenlijke temperatuur. En dat duurt dus echt heel erg lang voordat je zo'n grote hoeveelheid water opgewarmd of afgekoeld hebt. Naast de krokodil was er nog een andere groep dieren die het had overleefd. De kleine zoogdieren. Hoewel ze al een tijd bestonden, kregen ze pas na het uitsterven van de dinosauriërs de kans om zich verder te ontwikkelen. Het is inderdaad zo dat, hoewel er al zoogdieren waren ten tijde van de dinosauriërs, het wel zo was dat een groot gedeelte
van het land kon worden ingenomen op het moment dat de dinosauriërs uitstierven. De zoogdieren moesten vindingrijk zijn om te overleven. Hierdoor ontwikkelde hun denkvermogen in rap tempo. Een van de eerste mensapen, de Australopithecus, bewijst dit. Zij hadden een kenmerk dat overeenkomt met de huidige mens. Ze liepen rechtop. Australopithecus is de oudste mensaap en daarmee onze voorouder. Er zouden nog veel verschillende veranderingen plaatsvinden binnen de mensapen voordat ze op de uiteindelijke mens zouden lijken. Het land is bedekt met sneeuw. Op sommige plaatsen is het 50 graden onder nul. Dit is het begin van de ijstijd. De mensen hebben zich aangepast en voeden zich met het vlees van een dier dat beter bestand is tegen de kou dan zijzelf, de mammoet. Zijn grootste vijand was de mens, die inmiddels was uitgegroeid tot de beste dierendoder aller tijden. Met name dit en het voordeel van de seksuele selectie hebben ervoor gezorgd dat de mens zo talrijk is geworden. Die dieren die het gewoon goed doen in de voortplanting hebben een groter reproductief succes. Dus ik kan me voorstellen dat seksuele selectie een belangrijk element is van de evolutie van mensen. En dat daar misschien nog wel leuke dingen uit gaan voortkomen in de toekomst. Tegenwoordig is de mens de dominante diersoort op aarde. Doordat de mens zo schadelijk is voor de omgeving, mogen we van geluk spreken dat nog niet alle diersoorten zijn uitgestorven. Evolutie kent geen eindproduct en het zal de aarde nog wel enkele miljoenen jaren doen veranderen. Toch komt er een moment waarop al het leven op aarde verdwenen zal zijn. Nou, in de verre toekomst zie ik helemaal geen leven op aarde, want de zon is een ster en de zon heeft ook niet het eeuwige leven. Dus op enig moment zal die zon niet meer zon zijn. Dus in de verre toekomst zal er geen menselijk leven meer op de aarde zijn. Of we ons dan op andere plekken in de kosmos zullen vestigen. Ach, wie weet.